Zou zomaar kunnen. Kleed en Brood, die uit Almere. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uit Almerepoort ben je net komen rijden. Klopt. Je zei al vanuit eigenlijk verder rijden van Almerepoort naar Lelystad dan dat je naar Amsterdam gaat. Ja, dat is waar. Vertel even wat meer over jezelf. Je woont in Almere. Ja. Je bent een professioneel artiest. Klopt. Je hebt al heel veel gedaan. Ja, ik kom uit het musical vak eigenlijk. Ik heb musicals als Lion King, Tarzan heb ik allemaal gedaan. Ja. En dat is al een paar jaren geleden natuurlijk. En nu heb ik de overstap gemaakt om aan mijn solo carrière te gaan werken. Ja. Okay. Ja. We hebben je net even horen repeteren. Hoe omschrijf je jouw muziek? Het is soul muziek, maar het is eigenlijk, dit nummer is ontstaan in de coronaperiode, zeg maar. Alles viel weg, het werd allemaal wat stiller. Toen kwam ik in een creatieve fase terecht en ben ik gewoon het heeft je aan het denken gezet, het nadenken. En zo heb ik dit nummer geschreven uiteindelijk. En ja, het is gewoon een ballad vanuit mezelf ontstaan. Hoe pak je dat dan aan? Want dan ga je een producer zoeken of een schrijver. Of ja, hoe doe je dat? Eerlijk gezegd, in het begin... Ik heb zo een keyboard thuis. Gewoon aan het pingelen eigenlijk. Ik ben niet echt muzikaal in die zin van dat ik weet te spelen of zo. Uh-huh. Maar het staan er melodieën in je hoofd, althans bij mij. Ja. En op een gegeven moment ben ik de producer Luc Publon, waarbij ik heel lang gewerkt heb. Heb ik hem benaderd. Is hij bekend? Of Nogal wat nummers ook uitgebracht in het verleden. Ja. En we zijn al heel lang samen aan het musiceren, zeg maar. En op een gegeven moment zei ik hem, ik heb ook eens, want ik ben altijd covers aan het zingen. Zei ik hem, ik heb wel eens een keer een nummer geschreven. Ik zeg, als je wil, kunnen we misschien kijken als we er wat mee kunnen. Hij hoorde het en hij was helemaal verkocht. En hij zei van, volgens mij is dit een heel goed nummer. Ja. Heeft hij de muziek van gemaakt. Ik had eigenlijk aanvankelijk een heel ander idee mee. Ik kwam gewoon met een piano alleen, heel rustig. Maar hij zei, volgens mij, laat het maar aan mij over. Laat me eens even kijken wat ik ervan kan maken. Toen heeft hij de muziek erop gemaakt en ik was meteen verkocht. Het is ook wel een beetje musical nummer zou het kunnen zijn, hè? Ja. Zo, het heeft waarschijnlijk heeft het wel invloeden daarvan. Maar ik kom ook uit die wereld. Hè, dus. Ja. Maar betekent dat dan ook dat je nooit meer musicals te zien gaat zijn? Heb je dat helemaal losgelaten? Laat me niet zeggen nooit. Maar voorlopig wil ik meer werken aan mijn solo carrière. Ja. Lijkt me wel lastig, want waar moet je beginnen, hè? Ja, ik ben eigenlijk al lang in het bandjescircuit bezig. Alleen op een laag. Dinnershows heb je ook dinnershows, gedaan, hè? Heel veel dinnershows gedaan. Ja. En nu wil ik gewoon solo verder. Maar goed, dan ben je met zo'n dinnershow. Dan ben je natuurlijk altijd afhankelijk van of je gevraagd wordt. Ja. En nu als soloartiest, dan moet je wel... hoe ga je bij radiostations binnenkomen? Klopt. Hier is het dan natuurlijk gelukt. Klopt, precies. Daar ben ik heel blij mee. Ja, dat snap ik. En je hebt natuurlijk ook gelijk een mooie clip heb je laten maken. Dat is bijna heel filmisch. Ja. Dat is ook niet goedkoop. Nee. Dat is wel een investering die je doet, hè? Ja, precies. De label die vond het een prachtig nummer. En die zeiden van, hier willen we wel wat mee. En toen hebben ze dan de clip laten zien. Schieten en het is een heel mooie clip geworden, vind ik. En wat waar sta je zo al met optredens? Is dat gewoon overal in het land? Want is niet een door het land heen, ook in België treed ik veel op. Het Witte Paard, doe ik ook dinnershows. Dinnershows zijn nu heel erg upcoming, merk ik. Dus hoe komt dat eigenlijk? Ja, ik denk dat men het leuke daaraan, persoonlijk vind ik, dat je één op één contact met de mensen. Hè? Je komt echt langs de tafels en je kan echt de mensen voelen en de ambiance is heerlijk. En Witte Paard is dat heel veel natuurlijk. Ja. En dat werkt gewoon goed. Ik denk dat die mensen dat het fijn vinden. Want het is altijd zo'n afstand, hè, als je op het podium staat en je bent aan het performen. Ja. Dus, wat doe je morgen? Morgen ben ik lekker vrij. Oh, op Koningsdag? Ik denk, er is wel een podium waar je Nee, staat. Ik ga naar Rotterdam toevallig ook. Okay. Ik heb echt een dagje vrij. Ja, maar het is ook niet echt... Kijk, dit is natuurlijk een heel mooi nummer, maar dit is niet een nummer wat je in feesttenten gaat zingen. Dat kan ook niet. Nee, dat klopt. Dus dat past niet echt op Koningsdag. Ja, waar wil je over 5 of 10 jaar staan? 5 of 10 jaar. Hoe oud ben je als ik vragen mag? Ik ben nu 47. Je bent nog jong. Precies. Toch? Ja. Ja, klopt. Ja, ik vind het jong. Ja, jij bent veel jonger dan ik ben. Ja. Nee, 5 of 10 jaar. Ik wil, net als ik zeg, ik wil nu aan mijn solo carrière werken. En hopelijk Nederland en het buitenland, dat mijn nummers worden opgepakt en groots worden. Eén nummer en je bent er doorheen. Ja, dat moet het zijn. Ja, klopt. Dat heb ik wel gemerkt. Maar zo makkelijk is het niet altijd, blijkbaar. Maar goed. Ik heb tot nu toe... Dit is de eerste keer en het wordt goed opgepakt. En hopelijk, Volgen er meer.
Je nummer heet dus I Will Survive. Waar gaat het over? I Will Survive. Nee, het is een relatie dat tot einde komt. En de man zijn beleving. Hij heeft het gevoel gehad dat hij heel veel gedaan heeft. En gestopt in de relatie. En uiteindelijk is het toch uit elkaar gegaan. Autobiografisch of niet? Nee. Ja, in die zin van, ja, iedereen heeft het wel eens meegemaakt. Ik heb heel veel mensen het nummer laten horen. En ik merk dat iedereen zijn eigen invulling aangeeft. Je kan het is toepasbaar op verschillende facetten, weet je. In die zin van, een ander heeft, ik weet nog een vriend van me die zei, maar nou ja, ik had een baan en ik heb zoveel erin gestoken. En mijn werkgever uiteindelijk, die zei op een gegeven moment van, nou nee, dit is hem toch niet, weet je. En dan, ja... Het is lastig natuurlijk, weet je, als je het gevoel hebt, of gevoel krijgt van ik heb zoveel gedaan en dan nog gaat het mis. Ja. Weet je, dus ja, op dat gebied is het wel herkenbaar voor heel veel herkenbaar voor veel mensen. Ja. Nou, je mag wat ons betreft naar het podium gaan, want we zijn natuurlijk heel erg benieuwd naar jouw liedje. Dus pak de microfoon, zou ik zeggen, en ga daar lekker staan. Wil je ook trouwens een keer hier staan, dan kan dat. Hè? Je kan je opgeven via omroepflevoland.nl/openpodium. Dat mag van alles zijn. Je mag je nieuwe liedje komen zingen, je mag komen goochelen, je mag moppen komen vertellen, je mag ons uitlachen, nou wat je maar wil, het kan. omroepflevoland.nl/openpodium. En vandaag staat er daar de Almeerse artiest Clayton Perotti met zijn prachtige nieuwe nummer I Will Survive. Trying my best to make the most of it. Might not show, but maybe it is real. I've tried my best. Going through emotions, trying to find a way. Feels like my whole world's caving in. How did we get to this? But you couldn't see, you wanted more. Though it's hard to carry this weight, I'll carry on, but not for long. Dime for each time you doubted me. Oh, I would be a millionaire. I bet I would. Bet I would. I've worked hard on the job, cooked, cleaned, and mopped for you. Oh, I even braid your hair. How did we get to this? But you couldn't see. You wanted more. Though it's hard to carry this weight, I'll carry on. But not for long. No, I'm torn inside. Wheels.
survive. Ja, heerlijk. Oh, mooi hoor. Ik denk dat Gerard Joling kan er nog een puntje aan zuigen, denk ik. Dat denk ik ook wel, absoluut. Ja. Absoluut. Je mag nog even staan, Clayton, bij de microfoon. Ja, kom er nog heel eventjes bij. En dat uit onze eigen regio. Hè? Hoe fijn is dat? Lukt het met licht of zou ik een kaarsje aansteken? Als het goed is alles weer. Ja. Kaarsje aansteken. Ja, het is iets met het licht, jongens. Ik weet niet wat er aan de hand is. Dat maakt ook helemaal niet uit. Maar het zag er in ieder geval prachtig uit alsnog, Clayton. Ja. Zo met die clip van jou op de achtergrond. Ja. Is het de eerste keer dat je live... Is de eerste keer dat ik hem live zing. En echt de première. En 's morgens, hè? Ja. Dat schijnt voor zangers altijd toch wel een ding te zijn. Ja, klopt. Maar hij moet gewoon even goed opwarmen. Ja. Komt het wel goed uiteindelijk. Die single is natuurlijk overal te streamen. Want een singeltje kopen, dat is er niet meer bij tegenwoordig. Nee, precies. Tegenwoordig gaat het allemaal via de stream, helemaal heel modern. Ja. Via Spotify, Deezer, iTunes. En de clip is natuurlijk ook heel goed te bekijken via YouTube. Zeker, ja. Dus ik zou zeggen, kijken en luisteren. En dit van vandaag komt natuurlijk ook op YouTube te staan, wat jij hier hebt gedaan. Dus dat is ook leuk geweldig. Om te delen op je sociale media bijvoorbeeld. Ga ik zeker doen. Dit was een single. Wanneer komt het album? Nou, ik moet zeggen, ik ben wel bezig al met een aantal andere nummers. Nog ook met een andere collega van mij uit het vak. Ja. En er komen steeds meer nummers in mijn hoofd. En ik ben echt in een creatieve fase. En het bevalt me heel goed. Ja. Nooit gedacht dat ik het zou kunnen en doen. Hè. Het is voor mij ook echt de eerste keer. Maar ik merk dat het goed gaat. Dus, nou, hou je ons op de hoogte als je wat nieuws hebt? Zeker. Je weet ik kom graag langs. Super. Clayton Perotti uit Almere, dank je wel. Heel erg bedankt jullie ook dat ik mocht komen. Succes, hè. Dank je wel.